Goedenavond, lieve vrienden. Dear friends, good evening. Voor degene die verstaan geen Nederlands, ga ik in het Engels vertellen over de volgende lied, die heet Chichpich. Now, Chichpich is a song which is portraying our life like a train ride with intermediary stops. One stop is called freedom. And where is our freedom? Do you know it? I don't know it. And such like things like fame. Where is our fame? We still. but in any case, we are still in the train and we are going and we are still traveling and we are pushing forward. Yes. Chichpich. We'll be right back.
Accordeon Theo van Tol. Welkom in Paradiso, in onze thuiszaal van Amsterdam, eigenlijk onze thuiszaal. We spelen hier al zeker 20 jaar onze favoriete concerten. En het was eerder gepland, toen werd het verschoven, toen werd het eind van onze clubtour. Maar eigenlijk is dit het enige concert van onze clubtour die we aan Fortuna hebben kunnen linken. En Fortuna is onze laatste plaat. Die hebben we dit jaar uitgegeven. We hadden grootste plannen. Die vielen helaas in het coronawater. Maar ik wil iedereen van Paradiso bedanken dat ze ervoor hebben gezorgd dat het toch door kan gaan hier vandaag, op deze dag. Echt te gek. En nou ja, het markeert maar gewoon de geschiedenis die wij in deze zaal hebben. We hebben al op de meest idiote en te gekke feesten gespeeld. En onze eigen idiote en te gekke feesten gegeven hier. Dus deze past erbij. We hebben een nieuwe plaat uit en daar spelen we alle stukken van. Allemaal. Dat betekent, we vinden het gewoon echt allemaal hele fijne stukken. Maar we zitten natuurlijk in een moeilijk vaarwater. Allemaal, iedereen, jullie, wij. We kunnen een aantal concerten doen deze maanden, maar ja, het kan zomaar over 10 dagen weer ophouden, het feest. En trouwens, wat feest betreft, jullie mogen echt niet opstaan. Het is echt geen geintje. Jullie mogen niet dansen, niet opstaan. Je moet op je stoel blijven zitten. Dat is heel strikt. En als jullie dat doen, dan stoppen wij ook gewoon met spelen, want wij en Paradiso werken samen. En dus wij zijn ook Paradiso vandaag. En jullie ook, want jullie blijven gewoon braaf corona zitten, toch? Hoi. Nou, deze vervelende dingen die er gebeuren. We hebben Theo echt meer dan een jaar moeten missen, Theo, onze accordeonist. Omdat hij wegens gezondheidsredenen niet mee kon doen. Maar hij is er wel vandaag. Yes! Het zijn gekke tijden en die plaat is dus ook gemaakt zonder Theo. En daarom heet de plaat Fortuna. En Fortuna, ja, dat gaat over het lot, geluk. Gaat het linksaf, gaat het rechtsaf, gaat het goed, gaat het niet goed. Dat is het leven. We moeten er allemaal mee leven. En Jasper, onze bassist, schreef het stuk. Dat heet nu Fortuna. Jasper. Thank you.
Dan geen tijd voor twijfel en van zwart. Want mensen zie ik rennen, zoeken naar succes. Doe ik dan ook mee, blijf ik bij de les. Sta ik op de grond met benen allebei, dan hoef ik niet mee, want ik ben vrij. Ja, ja. Van de geesten die een oorlog onderleeft. Ze laten nou maar denken, laten nou maar janken. Kan ze niet vergeten, maar kan niemand meer bedanken. Dus ik raam, wacht, blijf het op mijn hoede. Warm in mijn huisje, doe ik het juiste wat ik schrijf. Denk, onderneem de goede stappen die me verder brengen. Jou de geheimen te verklappen. Ik verschuil een geheim in de tijd. Ik verlijm een geheim in de pijp. Kijk uit. Zonder steun word je lijf, slijt de messen, de vruchten zijn rijp. Ik verschuil een geheim over tijd, ik verlijm een geheim in de pijp. Kijk uit, zonder steun word je lijf, slijt de messen, de vruchten zijn rijp. Zweven, nachtelijk moken was een pretpark. Paarden in de honing, een grote beer in de polder met schapies. Oh jee, nu ligt het schapie op apengapies. Want de moeder is tot aarde verworden. Ene en nullen geschreven op de borden. We kunnen kiezen, winnen of de gallen miezen. Maar ik vertel je, heb geen tijd te verliezen. Nee, geen tijd te verliezen. Het is namelijk nu of nooit. Ik verschuil een geheim over tijd. Ik verlijm een geheim in de pijp. Kijk uit, zonder steun word je lijf. Slijp de messen, de vruchten zijn rijp. Ik verschuil een geheim over tijd. Ik verlijm een geheim in de pijp. Kijk uit, zonder steun word je lijf. Slijp de messen, de vruchten zijn rijp. De vruchten zijn rijp. De vruchten zijn rijp, pas op van strak. Word je helemaal lijf. Jawel, helemaal lijf. In de pijp. Ik verschuil een geheim over tijd. Ik verlijm een geheim in de pijp. Kijk uit, zonder steun word je lijf. Slijt de messen, de vruchten zijn rijp. Ik verschuil een geheim over tijd. Ik verlijm een geheim in de pijp. Kijk uit, zonder steun word je lijf. Slijp de messen, de vruchten zijn rijp. Thank you.
trompet Gijs Leefeld. The next song is called Trach y Bach. Trach y Bach are the names of these two instruments. This one is Trach, and this one is Bach. And I have bought these instruments many, many years ago. People don't live that long normally. But not so long ago, after so many years of playing this, Theo van Tol, our most illustrious and brilliant musician, he said to me, Alec, don't you find it ridiculous that I have spent enormous amount of time and energy studying and perfecting one of the most complicated instruments in the world, accordion, while you, Alec, are playing two pieces of metal. Of course, I was very deeply offended. So I decided to give Theo the answer, because he wrote a song about it, and he says, this is the only way you can explain yourself musically. Explain why and what happens with these two pieces of metal for the last 30 years. So, Trach y Bach.
kacha, noga lat kacha, osvalinki, bagajam, letare vage drahiba, pesnijo tige na goba. Dank u wel. Alle koppen, dames en heren. Thank you.
Joop van der Linden. Yes. Er zijn heel wat mensen die ons in andere setting wel eens misschien hebben opzien treden, zoals op een strandfeestje. Misschien iemand? Iemand ons wel eens in Ruigoord op zien treden? Nee. Oerol hoor ik. Ook Oerol. Op een bruiloft zijn hier ook mensen getrouwd en ons hebben ingehuurd voor hun trouwfeest. Ja. Precies. Nou, bij het volgende stuk wil ik dat jullie je voorstellen dat je op een feest bent waar iedereen aan elkaar gewend is en lekker met elkaar gaat dansen in een kring, stoelen omhoog en weet ik veel. Alles wat hier niet mag, gebeurt wel in het volgende stuk. 101 Klezmer van Gijs Leeveld.
tijdje geleden was er een hele zware storm. Een jaar of 2, 3 geleden. In de aanloop naar deze plaat. En toen had Jasper, onze bassist, had een idee in zijn hoofd voor een stuk. En het werd een reggae stuk. Hij zei, Job, wil je er niet op zingen? Ja, te gek. Leuk. Wil je dat dan ook in het Engels doen? Want we hebben zoveel mensen over de hele wereld die naar onze muziek luisteren, maar die verstaan nooit een reet van wat je zegt. Zeg ik, nou is goed, ga ik in het Engels zingen. Gaan we doen? After the Storm. Because we play like no clown. Making music, we never turn it down. Give us a stage, we'll wear another crown. We give a statement of righteous flow. Everybody's same, everybody knows. I got a wish to say a little rhyme. A bit of room for all mankind. Credentials, now take them out from a foul. Making man, woman go home with a smile. Putting you up and staying up for a while. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 times down. Rough and rugged in a Netherlands style. Reaching one of a kind, no denial. Not taking our bullshit, we walk this extra mile. Cause that's what we're here for. Boy! We got a pet, we bring it into business. Double check, full effect, using all the business. We got a pet. And a party make me hot. Just wind up your head and your wrist like that. I come and I'm moving, strictly on the action. I suffer, I take the right to smash the sucker DJs. Well, in the jungle, catch a fish and get to swim and dream. Here comes a reckless team. Smoking ganja in France, Germany, England, then we bring them. A lot of lyrics and tell them. We'll be right back.
No, watch out, because we play like no clown. Making music, we never turn it down. Give us a stage, we're wearing daddy crown. We give a statement of righteous folk. Everybody say, everybody know. I got the wish to say a little rhyme. A bit of room for all mankind. Come on, come on, diesel, hoe gaat het met jou? Van je handen in de lucht, come on. Fortuna, en we kregen van onze producer, want we hebben namelijk gewerkt met een producer, Stefan Smit van Zoeko 103, die begeleidde ons. Die zei, jongens, waarom schrijven jullie niet een stuk voor elkaar? Joop een stuk voor Gijs, Job een stuk voor Joop, en ga zo maar door. Dus we hebben ook allemaal stukken waar we elkaar in het zonnetje zetten. En, nou ja, dat is wel te gek. Dat is nieuw voor ons. Hij zet elkaar natuurlijk altijd in het zonnetje als we op het podium staan. Maar dat je daarvoor ook even nadenkt. Van, daar gaan we. Thank you.
Weer een stuk dat Jasper voor mij schrijft. Song voor Job. Jasper. Prachtige solo van onze saxofonist Job Gaiers. Thank you.
Sinds 20, 21, 22 jaar op de klarinet in Amsterdam klas met band Jan Vivian Stream.
Jawel, dames en heren, Amsterdam Clash, mijn band 2020 in de vetste tent van Nederland. Oh! En we spelen hier vanavond met een gast, een vaste gast op drums, helemaal uit Rotterdam, Greg Smith op drums. En op de contrabas, Jasper de Beer. Op klarinet, Jan Vivastrien. Trompet, Gijs Leveld. Helemaal uit Lutje Gast in het Westenkwartier Groningen, Joop van der Linden op trombone. En gitaar. Uit de Kinkerbuurt overgevlogen. Zang en percussie, Alec Koppen. Accordeon, Theo Rockdol. Mijn naam is Job Gaijes. Samen zijn wij de Amsterdam Clash Band. We toeren al bijna 25 jaar en we zijn van plan nog heel wat jaartjes door te gaan en in deze fantastische plek terug te komen. En dan komen jullie toch ook allemaal weer? En dan nemen we mee op geluid Michiel Cornelissen. En vandaag heeft voor ons het licht gedaan Stijn. Ik wil iedereen in Paradiso nogmaals bedanken. Het was heerlijk om hier onze muziek te spelen. Het is heerlijk om onze muziek hier te spelen. En we zien jullie weer terug bij de volgende keer. Oh ja, nog even, het spijt me, even een zakelijke mededeling. De eerste 25 cd's die we verkopen zijn gesigneerd door ons. Zometeen, als we klaar zijn, is er een nummersysteem. Iedereen krijgt een nummertje. Iedereen die zijn hand opsteekt krijgt een nummertje die een plaat of een cd wil kopen. En dan wordt je nummertje afgeroepen. En als je nummertje af wordt geroepen, dan kan je een cd gaan kopen. Bij Elske en Rosa. Heel erg bedankt dat jullie er waren! Tot nu toe is Shabash.
самолет, я сажусь на самолет. Эй, пилот, нажми на газ. Тише туго, да не скучай, скоро будет 1 мая. Вернусь в полночный час. Что не говорите, хоть гадьте, хоть хвалите. Что не говорите, я уже к себе на пляж. Что не говорите, так опять я. Het is echt zo gek. Jullie mogen eigenlijk helemaal niet schreeuwen. Dus dat betekent dat jullie ook niet mogen meezingen en zo. Toestanden. Zullen we nou gewoon allemaal, alleen maar gewoon thuis blijven en dat Albert Heijn iedereen bevoorraadt van eten en leuke muziek, dan kunnen we allemaal thuis blijven. Er is helemaal niks meer aan de hand. Ah nee, want dat is ook wel weer heel erg saai, hè? Zo allemaal. Ik ben bang dat we over een 10 of 15 dagen allemaal thuis zitten weer. Maar we zullen zien. Maar vandaag niet! Hey Job, maar dat is toch niet erg? Er zit iedereen thuis met onze nieuwe cd.
Precies, misschien moeten we gewoon Albert Heijn eventjes bellen en zeggen... jongens, jullie moeten gewoon 17 miljoen cd's thuis brengen van de Amsterdam Klezmer Band. Dan is er geen probleem meer. Dan is gewoon iedereen aan het swingen thuis. Hè, ja. Zullen we er dan nog maar eentje spelen? Gewoon. Goed. Para
покой мне только снится, я лечу к врачу. Говорю, мои гуляния что-то не кончается, я вакцину домоседства применить хочу. Ах, вот и лето пролетело, осень приближается, а покой мне только снится, я лечу к врачу. Ай, говорю, мои гуляния что-то не кончается, я вакцину домоседства применить хочу. Ай, год за годом пролетает, что такая жизнь меня к добру не приведет. Что такая жизнь, что такая жизнь, что такая жизнь меня к добру не приведет. Такая жизнь меня к добру не приведет. Что такая жизнь? Что такая жизнь? Что такая жизнь меня к добру не приведет? Concerten gegeven sinds juli 2020 voor zittend publiek. Maar jullie zijn wel echt absoluut het leukste, dikste, vetste en levendigste publiek. Dankjewel!
Vertel aan je vrienden dat we binnenkort in Amstelveen te zien zijn in het theater. In de Meervaart in het theater binnenkort ook. En ja, dan moet je weer zitten. Ja, maar je kan de cd kopen en thuis opzetten.